Maar je hoort soms, Filip, hoor je ook wel van muzici, van als het juist zo klein is en de mensen op je lip zitten, dat het veel spannender is dan bijvoorbeeld als er wat meer afstand is. Ja, weet ik niet. Het voelt gewoon heel veel directer. Ja. Maar als je wat meer afstand hebt, dan ben je meer bij elkaar. Zeg maar, dan ben ik meer bij Oene. En nu ben ik ook met name eigenlijk alleen maar bij Oene, maar je voelt nee, toch. Ja, maar je voelt gewoon, zeg maar, de mensen die gewoon echt naast jou zitten. En, ja. Ja. Thank you.
Is het nou zo, Filip, wel dat jullie echt regelmatig repeteren of zoiets? Is dat afgesproken? Of, Nu niet, maar soms. Nou, vandaag niet. Nee. Dus, maar goed, wij hebben die stukken nu best vaak gespeeld. En wij hebben ook wel repeteerd. Maar wel steeds met het doel om ergens op te treden. En het is niet zo dat wij uit angst of zo vaker moeten afspreken. Want, nou ja, goed, het komt toch wel goed. Het is, weet je, zo, nou ja, we vinden het gewoon leuk. En, oh ja, nou, laat eens even dat stuk proberen, weet je. En dan, zo. Ja. Ja. Maar ja, toch, ik bedoel, ik kijk ook even naar Oene, want het was zijn stuk. Dat stuk waarvan je zei van, ik heb van alles aan elkaar geplakt. En waar jij terecht ook van zei, ik meende te herkennen ook. Wayne Marsh-achtige arrangementen, invloeden, lijnen. Dat is een pittig stuk om te spelen. Ja, nou, we maken het ons niet makkelijk. Nee. Maar, en dat is van alle kanten, ook Philippe's stukken, ook voor mij en ook mijn stukken voor mezelf en voor Philippe. En aan alle kanten moeten we er echt iets voor doen. En daarom hebben we dus op een bepaalde manier wel heel veel werk verzet om te denken, nou, we gaan die stukken gewoon uit het hoofd doen. Ja. Want dan, ik had het blaadje omdat het even geleden was. Eigenlijk kijk je er zo'n beetje niet op. Want dus die muziek vraagt wel een soort internalisering om er vrij mee te kunnen zijn. Als ik helemaal niets zou doen en ik kan het eigenlijk ternauwernood van blad spelen en ik kom dan op zijn optreden. Ik ben zo op Philippe aan het letten dat als ik constant op dat blad zou moeten spelen, dan zou ik me verwijderd voelen. Maar juist zodat we het materiaal wel in ons systeem hebben, maakt het dat je die schakel ook kan maken. Ja. En het is wel leuk dat je allebei denkt, dat vinden we belangrijk genoeg om dat zo, om daar gewoon zo veel lekker in te investeren. En ik denk dat wij allebei een goed overzicht hebben van hoe je zo'n stuk moet voorbereiden. Mm-hmm. Zeg maar, als wij samen repeteren, dan is het niet zo dat je dan even, oh ja, hier moet ik even die notes, oh ja, wacht even zo. Dan je gaat gewoon thuis heel erg hard studeren om het zo goed als mogelijk voor te bereiden. Dat je echt, of zo doe ik het in ieder geval, om veel overzicht te hebben. Dat ik, oh ja, en oké, heb ik nog capaciteit om naar Oene te luisteren? Hoe voelt het? Ben ik vrij? Weet je, en dan weet je, oké, nu is het goed voorbereid. Maar goed, en dan als het in de repetitie zit en dan geef ik ook bijvoorbeeld eerlijk aan, nou weet je, oké, daar moet ik nog even studeren. Laat eens even wat anders oefenen, want dat heeft nu eigenlijk geen nut, weet je. Ja. Je moet gewoon boven het materiaal staan. Ja, op een bepaalde manier wel, ja. Ja.
Oene, hoe zou jij de van jullie duo de invloeden omschrijven? Ik bedoel, noemde de naam Wayne Marsh al, je noemde Miles Davis, allemaal nog meer. In ieder geval verschillende invloeden die in dat stuk zaten. Maar ik hoor ook Ravel-achtige dingen. Ik hoorde in jouw stuk, wat je voor de bas hebt geschreven, meende ik Bill Evans-achtige akkoorden te horen. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, en soms en ook de klassiek of hedendaagse kamermuziek is van invloed, omdat het is een heel kamermuzikale bezetting. Ja. Maar even goed inderdaad, groove van de dingen. Soms zijn dingen misschien bijna filmisch. Van alles. We hebben niet zo'n idee van wat het esthetisch zou moeten zijn wat we doen. Behalve dat het communicatief moet zijn en dat we ook wel houden van contrasten. Dus af en toe een bepaalde kant op kleur bekennen. Ja. Dus ja, soms speel je iets wat heel duidelijk in de jazz-traditie staat, maar dat beweegt weer weg naar iets anders met een heel andere invloed. En dat vinden we eigenlijk leuk. En misschien omdat we allebei een enorm brede interesse hebben in allerlei soorten muziek, dat je wel redelijk snel kan schakelen en dat je hoort bij de ander een referentie aan iets. En dan kan je kijken hoe je daar in meegaat of juist iets tegenover stelt. Maar ik denk dat we gewoon allebei een heel open vizier hebben in wat ons boeit, muzikaal gezien. Want ik meende bijvoorbeeld ook wat Louis Andriessen-achtige akkoorden en ritmiek te horen. Ook wel die beïnvloed is door Steve Reich-achtige, minimal-achtige loopjes. Klopt dat? Ja, dat, ik heb zeker ook naar minimal music geluisterd en ook, ja goed, soms dan doe ik ook thuis gewoon wat sessies voor mezelf om op een bepaalde manier te improviseren. En dus dat zou zeker goed kunnen, dat er die invloeden ook voorbij. En ik heb werken van Louis Andriessen ook live gehoord, dus dat zou zeker ergens terug ingekomen zijn. Ja. Hoe belangrijk is voor jullie, ik vraag het maar weer eerst even aan jou, maar hoe belangrijk is het dat er in een concert, in een set die jullie spelen, ook geïmproviseerd wordt? Heel belangrijk, ja. Ik bedoel, je wil per se ook niet alleen geschreven stukken spelen, maar je wil ook dat het avontuur opgezocht wordt, zoals jullie ook ergens zeiden. Ja, het is meestal, ik bedoel, we hebben hele strakke structuren qua composities, maar vaak, of bijvoorbeeld vandaag, zeiden we, laten we echt even vrij beginnen, om even een beetje erin te komen, om in het moment te komen. En dan ook, nou ja, het is gewoon wat je op dat moment voelt. Als je dan zo'n skipcount gespeeld hebt of zo, dan zit je heel erg vol. Want je hebt, nou ja, de bladmuziek in je hoofd en je moet aan alle eisen voldoen om alle noten goed te raken. En dan is het even weer op aarde komen en een beetje doorademen en luisteren. Zo, want als je heel veel informatie hebt, dan is het moeilijker om te luisteren, zeg maar. Als je niks hebt, dan kunnen je oren gewoon open gaan. En dat voelt heel erg fijn. Ja. Maar juist bij die structuur geeft ook weer een bepaalde kick. En dat is juist die combinatie waar Oen het over had. Dus, We zijn denk ik zowel avonturiers als gewoon als nerds. Als gretige mensen die van alles willen weten en die ook van een soort kennis houden. Weten van bijvoorbeeld de muziekhistorie of zo? Of wat? Ja, en van stijlkenmerken en van compositietechnieken. Natuurlijk zijn altijd, er zit altijd 80 miljoen dingen die je meer kan weten. Maar we hebben allebei die gretigheid om daarin te duiken en daarvan te houden. En dat te combineren met hele intuïtieve dingen. Dus dat kan popmuziek zijn, kamermuziek, hedendaagse muziek, country en western misschien. Ja. Ja. Nou, inderdaad. Trash metal, het kan allemaal. Ja. Maar luister je daar ook naar, thuis of zo, naar verschillende soorten muziek? Thuis luister ik ik luister inderdaad naar heel veel verschillende soorten muziek. En of het nou thuis is, en ook op een concert. Je bent vooral benieuwd, wat gebeurt er? Hoe wordt de energie overgedragen? Dus ik kan inderdaad genieten van een vuige punkband, maar ook van een heel delicaat cello solo concert. Het hangt er maar helemaal vanaf, hoe die energie is. Ja.